Vitesse speelde dinsdagavond de return van de playoff finale tegen FC Utrecht en verloor met 2-0. We spraken na afloop met keeper Remco Pasveer en met trainer Leonid Slutsky. Ja, Remco Pasveer, waarderen dat je hier toch nog even ons te woord wil staan na zo'n toch teleurstellende wedstrijd. Ik kan me voorstellen dat dat de kaart te groot is. Ja, nee, absoluut. Was niet de energie om een wedstrijd naar ons toe te trekken. En daar balen we van natuurlijk. Ja, was het de energie? Het leek inderdaad of de batterijtjes een beetje leeg waren in vergelijking met Utrecht. Ja, nou, we gingen ook anders spelen dan de heenwedstrijd en de wedstrijd tegen Groningen. En, is uiteindelijk niet goed uitgepakt. Ik vond dat we minder de veldslag verloren op middenveld. En ik denk dat je daar, als je daar controle hebt, dan heb je controle over de wedstrijd. En dat hadden we absoluut niet vandaag. Utrecht uiteindelijk terecht te winnen van deze finals? Ja, over twee strijd absoluut vind ik. Uit waren ze iets sterker en vandaag waren ze ook beter. Zo simpel is het. En wij waren niet bij macht om het om te draaien. En, gemiste kans voor ons. Hoe kijk je terug op dit seizoen? Turbulent begin, of ja, teleurstellend begin. Niet in de basis, uiteindelijk weer teruggeknokt. Nu en dan zo'n einde. Hoe is de overal conclusie voor jezelf? Nou ja, voor mezelf heb ik hard gewerkt en uiteindelijk beloond dat je weer aan het spelen toe komt. Wat ik zelf niet verwachtte. En daar ben ik heel blij mee. We zijn vijfde in de competitie geworden. En ik denk dat het op zich heel positief is. Het is alleen heel erg jammer dat je het nu niet afsluit om Europees te halen. En, dat doet pijn dat je zo ver komt. En tweede ronde van finale en dan verlies van Utrecht. Dat is jammer. Mr. Slutsky, a disappointing result of the final of the season. Yes, I'm very disappointing, but to be honest, we had a quite difficult situation before the game and quite difficult fixtures for last games. And with this playoff, everything is possible. Very unpredictable matches. This is not only our playoff. If you are looking playoff for relegation battle, for promotion battle, I don't know, playoff for Champions League, also very unpredictable. And yes, I'm very disappointing today, but I understand we had an objective reason to play like we played today, because we had a lot of injury, players who played at starting 11 were injury, and players who played after substitution, and a lot of games in a row, and it was very long season because we started to play in July and finishing last, and with this objective. And after first 10 minutes I understood, because we didn't control second ball zone, it means a situation for the difference level for the freshness and physical condition, and you can't compensate very big difference for physical condition for your individual skill or tactic. Okay, we can be lucky or didn't concede the goal, try to find a moment for set pieces or something else, but objectively today it was not the best physical condition for us. And of course, if you play 6 matches for 16 days, this is quite difficult to have a freshness, to keep a freshness and good physical condition.